Hallo kijkers van Liefde, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Cities Skylines. Vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag weer proberen onze stad weer op, wat uit te breiden. Oh ja. Oké, ik zie dus dat dit ook alweer, of ja, nog steeds zo heel afgebrand is. En ik zie ook dat we wel een beetje ruimte tekort gaan krijgen. Ik moet even kijken hoeveel zo'n... Oh... Oké, dat kost toch maar niet zoveel. Dus ik zit zelf even te kijken welke kant ik zou willen uit gaan breiden. Even zien. Zoals ik hier kan zien, zit er ook nog een treinspoor. Dus dan kunnen we beter die even kopen. Zodat we daar ook even een connectie kunnen maken. Want ik weet niet toevallig of ik al treinen heb. Nee, dat nog niet. Ja, metro, die heb ik ook niet, maar dat is in principe ook dan niet echt nodig. Dus ik ga ondertussen weer eens even kijken. We hebben dus nog een behoorlijke hoeveelheid benodigdheden voor winkels nodig en alles. Dus laten we die mooi even hier neerzetten, denk ik. Oké, dan moet er natuurlijk ook nog even water neergelegd. Of een waterleiding neergelegd worden. En ik denk dat ik binnenkort ook ga beginnen met de high density residential zones. Dat ons dat wel wat meer mensen kan opleveren. Maar dan kan ik eigenlijk wel een beetje meer doen bij de autobaan, denk ik. Een beetje meer flatgebouwen en dat soort dingen. Dat zou wel grappig zijn. Hoe gaat het hier met de verkeer? 84%. Nou, dat valt allemaal mee. Moet je al die kleine huisjes hier zien. Dat is natuurlijk niet te veel ruimte hebben om uit te breiden. Dan blijven die zo klein. Wel grappig. Okay, ondertussen ga ik ook even mijn industrie even... Oh, Small City. Oké, okay, wat hebben we nu? Unique buildings, trein. Oké. We hebben nu een train station gekregen, een cargo train terminal en een hydro power plant. Die zijn nog best wel handig. Deze die trek ik dan gewoon helemaal zo door. Dus nu kunnen we in ieder geval ook gelijk alvast een treinspoor aanleggen. Maar eigenlijk moet ik deze middelste weg moet ik even uitbreiden. Space is already occupied. Oh. Space already occupied. Maar ja, dat kan ik beter even doen, vanwege dat er dan, als we binnenkort hier achter ook nog meer woonwijken willen hebben, dan kunnen ze er gewoon heel makkelijk doorheen. Oké, ik ga ondertussen maar eens even een... Cargo train terminal bij de industrie neerzetten. Want bij de industrie zijn ze natuurlijk heel veel bezig met cargo en zo. En een eigen treinstation die kan dan wel gewoon in de stad zelf ergens staan.
Ja. Weet wat? Ik ga hier ook alweer even zo'n grote weg maken. En dat doe ik omdat we dan daar mooi ook de treinstation op kunnen connecten. Oh, dat zijn pakken. Deze die staat eigenlijk nog wel een beetje in de weg, dus die moet ik even hier naartoe verplaatsen. Dit pak ik ook nog eventjes naar boompjes. Vind ik wel mooi. Die houdt al ongeveer tot daar. Zo. Maar nu kunnen we deze wegen ook gelijk connecten. Deze main road. Vind ik zelf ook wel een handig idee. Zoiets dus, en dan kunnen we hier mooi weer een aantal woonwijkjes maken, want daar is wel een hele grote vraag naartoe. Oké, eens kijken. Gaan we nu even de treinspoor aanleggen? Dan maken we wel een spoor voor. Nou, nee. Oké, dit moet dan wel even wat meer zo, denk ik. Zodat we even een mooie bocht kunnen maken. Oh, die heeft dan weer geen water, natuurlijk. En dan kunnen we deze gewoon gelijk connecten aan de main train tracks. Kijken, want die liep hier. Oké, dan plaats ik deze op het zo. Zo. Dan hebben we daar ook nog even een connectie naartoe. En we hebben natuurlijk ook een hydropower plant. Ze dus kunnen binnenkort dus ook wel een stuk van onze rivier, bijvoorbeeld hier, laat ik maar zeggen, die kunnen we in ieder geval met een hydropower plant. Nou, nu moet ik even goed nadenken wat ik dan ga doen. Want we hebben hier natuurlijk ook sewage pipes. En als ik dan. Oké, dit is eigenlijk wel heel slecht. Oh shit, wat doe ik nou? Deze moet even weg. Nee, ik ga dit sowieso eventjes allemaal weghalen. Oh, niet dat. Want die kunnen we beter even op een andere plek hebben staan. Zo, hebben we er iets van 6. Nee, maar ja, eigenlijk gaat nu al het water natuurlijk hierheen. Gaat deze kant op. Maar als we dit dan natuurlijk gaan blokkeren, dan gaat het waterniveau, die stijgt dan hier en die gaat dan weer ergens anders naartoe. Waarschijnlijk deze kant op of die kant, dat weet ik niet. Dus in principe moeten we dan hier ook nog dammen hebben en zo. Dus ik ga dit stukje land alvast even kopen en deze ook. En dan zeg ik, even kijken. Not enough money. Oh. Oh, nu krijgen ze allemaal geen water. Dat ze geen power hebben.
Maar hoeveel moet zo'n hardware panel nog weer kosten? 2000 per cel. God damn. Not enough money. 120.000. Ik denk dat we dat deze aflevering nog wel kunnen halen. Waar moet je die train tracks hier zien dan? Damn, gaat er overal heen. Op zich wel logisch, want je kunt natuurlijk wel elke kant op. Het is echt gewoon zo'n interjunction of zo. En met deze treinstation kunnen ze natuurlijk ook nog naar. Natuurlijk, nu gaat die treinstation natuurlijk nog niet veel doen. Maar als ik bijvoorbeeld ergens anders in de stad ook inzet, bijvoorbeeld hier later, dan hebben we dat ook. Ja, maar dan komen we wel treinen daar naartoe. Ik denk dat het een cargo train is. Ja, dat zijn vast veel van die cargo trains. Ja. Dat is ook handig. Ik krijg 160.000 bijna. Nou, best wel wat. Zit eigenlijk met ons. Soms een beetje bij de 80%. Valt mee. Eigenlijk is dit ook natuurlijk gewoon een soort meer. Stroomt water dan ook. Oké, dat water komt daar naar binnen, komt hier ook naar binnen. Dus als ik zeg van oké, ik blok dit, dan gaat natuurlijk alle water andere kant op. Maar ik denk ook niet dat ik gelijk een probleem heb, want dat is ook wat hoger ligt. Ik heb een hele hoge vraag naar de residential zones. In principe kunnen we hier nu ook aan de andere kant gaan bouwen. Aan de kant van de rivier. Eigenlijk lijkt het me ook wel een keer een leuk idee om een unieke building hier op dit eiland neer te zetten. Want dat is gewoon zo goed voor dat punt, hè. Want een woonwijk te bouwen, dat heeft natuurlijk niet veel nut. Kijk, we zitten al 100.000. Schiet er wel aardig op. Ja, wat ik ga, denk ik, een aantal van die woonwijkjes die hier aan het begin staat, ga ik even weghalen. En dan maak ik van die high residential zones van. Dit. En deze. En dan mag dit dan ook wel even weg. Dat doen we dan precies hetzelfde mee. Oké, en op dit. En mag hier precies hetzelfde gebeuren. Oh ja, daar kunnen gewoon veel meer mensen in natuurlijk. Oké, we hebben 120.000. Ik denk dat dat eigenlijk al een grote hoeveelheid is. Laten we zeggen op dit stuk, omdat het dan wat dichter bij elkaar wordt. Oké. Dan zetten we deze even aan naar de main power line. Oké, die rug. Oké, er is wel overstroming hier bezig. Maar ja, we hebben ook dit soort vloedvals die we kunnen gebruiken.
Alleen hier staan die winterbiedjes even een beetje in de weg. Dus ik denk dat ik deze even aan de kant ga zetten, want mochten we een risico hebben dat het dan gaat overstromen, dan hebben we er niet zoveel last van. Dat geldt precies hetzelfde met deze sewage pipes. Maar die komen natuurlijk nog wel een keer terug, maar moet ik even een beetje kijken hoe ik dat ga doen. Misschien dat ik ze wel gewoon hier zet, zodat ik wat meer ruimte heb. Oké, deze moet ook weer even aan de kant. Die zat net al in de weg, die ook alweer. Oké, tot daar ongeveer. Waterleidingen die moeten ook even weg, want dat ziet er echt niet uit. Kijk, hier kunnen ze wel staan. Kijk, kunnen we er maar drie neerzetten. Oh ja, nu hebben we natuurlijk met die vlotwal die een probleem, dus we moeten even eromheen. Maar dat kan gelukkig. Maar in ieder geval, het water, dat blijft nog wel een beetje stromen, maar gewoon op een minder hoog niveau natuurlijk. Ik moet dit land waarschijnlijk even een beetje hoog maken. Gewoon omdat ik continu water overheen komt. En dat moeten we eigenlijk niet hebben. Zo. Pakken we een vloedval en die zetten we dan gewoon mooi tot hier. Ja, maar dan hebben we gewoon een goede footwall die ons helpt beschermen tegen het water. Kan waarschijnlijk niet zoveel nu gebeuren meer. En waar ik een beetje zorgen om maak is een beetje hoeveelheid water. Of stroom. Dat kunnen we natuurlijk ook nog een beetje oplossen. Zoiets. Oké, sewage treatment. Die moet ik ook al even verbeteren zo dadelijk. Kijk, het komt hier eigenlijk bijna gewoon helemaal droog te staan, maar je werkt wel toch? Not operating. Weet je wat, ik maak hier ook gewoon een wegconnectie naartoe. Misschien dat het daardoor ligt. Dat het niet aan het operaten is. Oh, dan connect ik hem gewoon zo. Oké, dat is iets te ver. Dan zeg ik gewoon zo. En dan gaat deze gewoon mooi hier toe. Ik weet ook niet precies of hier nou ook mensen continu bij moeten zijn. Want er staat ook gewoon not operating. Ik weet niet precies hoe dat exact zit. We gaan wel steeds wel weer treinen heen en weer. Dat is wel mooi. Eens kijken. Kijk, ik ga ook wat meer van die kleine boomwijken die we aan deze kant hebben. Ga ik even naar wat van die high residential zones maken. Volgens mij zie ik gewoon mensen upgraden, maar dat maakt niet uit. Ze hebben zo ook veel meer. Upgrade mogelijkheid. Oké, dat staat nog een klein stukje
Voor een klein huisje. Oké, dat is meer high residential zones. Oké, hij werkt nu wel. Dat is wel mooi. Dus ik weet niet of er nou precies mensen bij zijn. Maar het werkt, dus dat is wel heel fijn. En dan, oké, dan krijgen we echt een hele hoge hoeveelheid aan stroom van binnen. Dat is wel mooi. Dat is echt heel mooi. En natuurlijk dan, daar overspoelt het hier. Oh god, daar verderop, daar overspoelt het. Ik zie dat ze daarmee een wegprobleem hebben. Dus we hebben nog wel een indirect probleem. Maar ja, het water stroomt er wel weer, dus het kan allemaal wel weer deze kant op komen. Dat is wel fijn. Maar ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like of een kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.